Hunspeet-WHC, 1 tegen 1. Vorig seizoen geen Hunspeet-WHC, toen speelde WHC in de hoofdklasse. Hunspeet in de eerste klasse, nu weer allebei in de eerste klasse. Dus vandaar dat we deze wedstrijd weer terug hebben onder elkaar. Met William Mossing-Holstein napraat en natuurlijk met Erwin Brem gaan we dat doen. Eerst maar eens even met de gasten. Heerlijke wedstrijd vanmiddag, William. Ja, had je geen paraplu bij je? Nee. Had ik al Frank Bronckhorst maar gevraagd. Ook dat was niet goed voor elkaar. Dus eerlijk, ik denk dat het althans vanuit het trainersperspectief geen goede wedstrijd was. En ik was blij dat we op het punt bakten, want ik vond dat we niet goed voetbal speelden. En dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met de manier waarop Nunspe dat deed. Ik vond ons niet goed genoeg en uiteindelijk hebben wij aanvallend geen 1 uitgespeelde aanval gecreëerd. En uit hoekschoppen en spelervattingen moesten we dan een goal maken. Ja, dat ging niet goed genoeg. Nee, want de kansen voor Nunspe waren zeker in de eerste helft. Ja, absoluut. Nee, maar daarom zei ik ook blij dat we nog een puntje pakten. En natuurlijk wil je graag winnen. Maar ik wist dat het niet makkelijk zou worden. En dat bleek ook. En je moet heel goed voetbal spelen. Wil je een tegenstander die in deze formatie jou opvangt kapot spelen? Nou, dat deden we niet. Dus, had je een andere opstelling met Nunspe verwacht? Wat scoorde ik even? Een 8 of zo, hè? Ja. Een 8. Dus ik zat ook twee posities naast. Dus nou, met een 8. Met een 8 haal je normaal gesproken een hele dikke voldoende. Dus daar lag ik niet aan. Nee, oké. Okay. Nou ja, gisteravond hebben we elkaar ook gesproken in het programma Sport van Morgen. Toen had je het over die tactische zet. Wat was dat nou vanmiddag? Ja, die tactische zet waren natuurlijk de opstelling veranderd. Met Marco de Vries als linksback. En Job inderdaad op 10. Met name diepgang. Omdat we in eerste instantie wel de vooraf gaan naar de wedstrijd hadden gekeken naar de opstelling van elkaar. Ik zat volgens mij vrij goed op een 8, dus we hadden Schone weer op een gegeven moment op 6 verwacht. We weten dat hij moeite heeft met diepgaande mensen. Ja goed, de diergaande komt wel helemaal. Op basis van de eerste kwartier, toen we begonnen, ijzersterk. Na 25 minuten kregen we iets meer moeite aan het WSC eigenlijk de bal. Dan konden we wel sporadisch eruit komen in de eerste helft. Maar van een kansen toch weer in die eerste helft, hè? Ja, hier, net als je in het eerste kwartier krijg je lastig een hele mooie kans. En aansluitend een keer met twee keer een bal vanaf de middenlijn dat de keeper te ver voor de goal staat. Dat staat gelukkig niet aan onze zijde. Maar ja, goed, dat is zo. Ja, dan komt die fase toch dat Nunspeet onder druk komt te staan. Dat het met name WRC is wat het spel speelt. Dan ontstaat er toch wel enige nervositeit in de verdediging. Nou, we kregen net juist een compliment in de bestuurskamer. Dat de verdediging als een huis stond, letterlijk verhuurlijk. Sjan had ons de eerste helft twee keer goed op de been. Ik zei in de rust helemaal goed op de poot, maar ja, dat is wat anders. Nee, de eerste helft komt een paar keer door en de zijkant van Jelle aan voor zich geeft de rechterkant. En in dit geval pakt de keeper niet goed. En wegverdedigend moet je een keer geluk hebben. Schot vanuit de tweede lijn in de eerste helft van de RC. En dan komen we goed weg. Ja. Beginfase van de tweede helft, William. Ineens een strafschop. Kom een beetje uit de lucht vallen, of niet? Dat weet ik niet. Ik was op dat moment, ik vond dat mijn linksback daarvoor een paar dingen positioneel niet goed deed. Dus ik probeerde ook contact met hem te krijgen. En toen hoorde ik een fluitje. En dan zie ik dat vervelende vingertje van die scheidsrechter die kan opwijzen. En nee, dat weet ik niet. Ik vond hem al niet slecht uit, dus ik denk dat hij wel gelijk had. Ja, en dan komt die fase Nunspeet op voorsprong en dan gaan jullie aanzetten. Ja, nou ja, ik vind dat als je uitspreekt, en dat durven we best uitspreken, dat je als je een jaartje hoofd vast hebt gehad, dat je heel graag weer terug wil. En dan vind ik dat je moet winnen. En dus dan zet je aan. We hebben met het punt een 8 op het middenveld gaan spelen, dus iets meer druk naar voren. En dan moet je een afvallende bal hebben, dan moet je een gochma hebben. Dat miste wij. Kijk, Sargon, hoe wij het meeste kennen nog wel, is voor mij een belangrijke speler. Is slim, is vaardig. Nou, die misten we vandaag gewoon overtuigend. En, dus ik ben niet tevreden over het aanvalsspel. En dan hoort het hele team hoort daar zich verantwoordelijk voor te voelen. Het is niet zo dat als het aanvalsspel niet klopt, dat het alleen aanvallers zijn. Maar ik vond ons onvoldoende doen om Nunspeet veel pijn te laten hebben. Dus, maar je bent wel tevreden uiteindelijk dan met 1 punt? Nou, op een gegeven moment zei mijn laatste man, Jochem, die zei mee naar voren, want dat heb ik namelijk vorige week gedaan. En toen maakte ik de rekensom van ik kan 2 punten winnen en eentje verliezen toen we gelijk stonden. Ik denk, laat ik nou vandaag maar niet weer achter de reden op hem. Als ik weer de deksel op de neus krijg, dan mag ik met kerst de ski denk ik. Dus, na 4 jaar dan toch weer eens een wintertje vrij. Als dat dan voor je tijd doet, dan is het een stuk goedkoper. Dus je moet het op tijd doen. Hè? Ja, je hebt nog wel naar je zin bij WHC. Het is je vierde seizoen inmiddels, hè? Vierde seizoen inmiddels, ja. Nee, ik heb zeker naar mijn zin. Oké. Okay. Ja, Erwin, dan die slotfase van de tweede helft.
ja, best nog wel een paar kansen. Om uiteindelijk toch die drie punten binnen te halen. Ik vind dat een mooie samenwerking van William, mijn collega, dat hij altijd aanspeelt voor de overwinning. Jij toch ook? Wij spelen, we hebben vandaag ook gespeeld voor de overwinning. Als je ziet hoe wij starten vandaag en met name de fase in de tweede helft naar de 1-1, toen bleef het wel rustig. Ja, hebben wij nog twee, drie keer de kans om eigenlijk om WSC mogen pijn te doen. Was die paas nauwkeurigheid niet even goed. Job heeft een keertje pech met de verwerking. Lasker schiet nog een keertje net voor de eerste aanlangers. Dat staat gewoon niet aan onze zijde. Maar weet je, we zijn heel positief gestemd. De laatste drie wedstrijden 10 doelpunten tegen had. Vandaag gewoon tegen een topploeg, wat echt in de top 3 gelijnd. Krijg je maar 1 doelpunt tegen. We hebben het spel aardig geneutraliseerd, denk ik, van tegenstander. Dus compliment aan ons. Maar het probleem blijft de doelpunten maken. Nou, weet je, hebben we vandaag echt veel uitgespeelde kansen gehad? Nee. Vandaag zitten van vorige week, in de eerste half uur, heb je 6-7 goede mogelijkheden gehad. Daar ging er niks van in. Ja, vandaag geven we de verdediging niet al te veel weg. Aanvallend het aantal leuke dingen gecreëerd. We pakken een punt in de WSC. Dus hier een dik tevreden trainer. Ik denk dat je daar niet ontevreden over hoeft te zijn. Nou, dat ben ik wel niet. Nee, nou, dat is mooi om te horen. Maar goed, die tactische zet betekent dat het volgende week best wel weer eens anders kan zijn tegen KSC. Ja, ik praat af en toe wel eens off the record met jou, hè? Ja, niet alles in de uitzending, hè. Nee, weet je, deze week is de koppen bij KSC. Dan gaan we kijken, in dit geval een analyse van KSC. En gaan we kijken met welke elf wij het beste voor de dag kunnen komen. Maar vandaag ben je uiterst content met de spelers die gedaan hebben. Maar natuurlijk met elkaar, ook met de wissels. Die hebben dat fantastisch gedragen met elkaar. Dus dat zijn nogmaals een keer een compliment. Dankjewel, William. Tenslotte, wat is jullie doelstelling voor dit seizoen? Nou, we willen gaan promoveren. En dat mag, nou, het is het kampioenschap, dat scheelt met de na-competitie. Als dat welke manier dan ook, we willen graag promoveren. Maar ik denk dat een ploeg 5-6 misschien wel dezelfde ambitie heeft. Bennekom, DTS, DFS, SUZW, CCA, door wij. Misschien is er nog één, maar ik denk dat dat een hele lastige strijd wordt. En toen ben je een mooie rustige gespeeld. Het wordt dringend geblazen, dus geblazen. Oké, dankjewel, veel succes. Dit was het, napraten over de wedstrijd Nunspeet WRC. Van vandaag op de Wildzang eindigt in 1-1.